Er zijn nieuwe plissé blousjes binnen en een hele mooie print, vind ik tenminste. Het is zandkleur met zwart en wij noemen hem giraf. Hierboven heb je een boordje met een ruffelrandje erop. En in het zijn 7/8 mouwen en daar zit een elastische zoom in. Vind ik altijd ook weer fijn, want dan kun je maar op laten blouzen. Aan de achterkant sluit je met een klein splitje, een elastisch lusje en een knoopje. En als je dat nou moeilijk vindt, dat je daar altijd iemand anders voor nodig hebt, dat had ik eerst ook, maar ik doe nou voor het mijn vingertop door dat elastische lusje, dan pak ik dat knoopje en dan wip je het er eigenlijk zo omheen. En dat gaat heel goed, dus dan is het niet zo heel moeilijk. Boven is de plissé smal, dan wordt hij iets breder en dan waaiert hij eigenlijk uit naar bijna glad. Aan de binnenkant zit een viscose voering, dus dat draagt ook nog heel lekker ook nog. En ik vind ze heel mooi om te combineren met een blazer. Nou heb ik hier die... De mouw zit nog binnenste buiten. Dan heb ik hier die lange blazer. Dit is die semi-travel blazer. Hetzelfde spul als de broek, zeg maar. Dat vind ik wel een hele leuke. Maar als je nou wat kleiner bent, dan zou ik gewoon de normale lengte pakken, zeg maar. Die zal ik dadelijk ook even laten zien. Nou, deze zijn 69,95. Die gaan van maat 36 tot en met 42. Vallen ruim. Dus die moet je echt een maat kleiner pakken. Want ik heb nu de S aan, terwijl ik normaal een M heb. Eén knoop in het midden en omdat die lekker oversized is, vind ik het dan ook nog prima als die knoop dichtgedragen wordt. Normaal gesproken, bij dat kortere giletje of blazertje, zou ik dat echt lekker los laten hangen. Nou, zo'n blazer moet je ook eigenlijk aan de kapstok hangen in plaats van in de kast. Ik zit al te kijken, heb ik hier een leuke sjaal, denk het wel. In plaats van in de kast, want dan ga je hem veel vaker dragen. Als het zomaar even auto in, auto uit is, of sowieso als het weer het toelaat, dan doe je lekker eventjes een sjaal eromheen slaan. Kijk. En dan is het even winkel in, winkel uit, of net waar je naartoe gaat. Je kunt hem ook nog lekker zo omslaan. En dat vind ik altijd heel mooi, maar ook heel fijn. En zo'n sjaal, die gebruik ik voor 101 dingen. Hè? Die ligt bij mij gewoon ook in de kamer over de bank of op zo'n laddertje. En s'avonds dan vouw ik hem zo lekker dubbel en dan doe ik hem over mijn benen leggen. Of ik sla hem om mijn schouders, net wat dan ook. Dus dat kan allemaal. Of je doet hem gewoon lekker zo omhangen. En dan is dat ook al meteen lekker winters en lekker warm, zeg maar. Als je even auto in, auto uit moet. Die sjaal is 19,95 en die hebben we echt laag geprijsd. En dat doen we omdat de decembermaand zo duur is. Dat zijn leuke cadeautjes, denken wij dan. Dus die kunnen er mooi bij bestellen. We hebben heel veel verschillende patronen. Ze zijn heel hoog van kwaliteit. Het zou eerder normaal zijn als ze 59,95 waren dan 19,95. Maar dan zie je wel, als je hem thuis hebt, dan denk je, ja, het is inderdaad een prachtige sjaal. Die blazer, zal ik die nog even laten zien in dat korter modelletje? Ja, je moet, als je beu bent, moet je gewoon niet meer kijken. Hè? Ik snap dat, want filmpjes worden een klein beetje lang. Maar goed, sommigen vinden dat juist ook weer heel fijn dat we wat laten zien wat er allemaal bij kan. Kijk, ben je wat kleiner, pak dan gewoon dat kleine, of dat normale model blazer. Die zijn 59,95, gaan van maat 36 tot en met 44. Twijfel je tussen twee maten, moet je bij deze de kleinste pakken. Anders wordt hij aan de schouders wat te ruim. Dat zien we in de winkel, dat doet echt iedereen. Dan had ik ook een leuke broek binnen. Dat is dat fijne model met die elastische tailleband achter en dat stuk wat tussen de benen genaaid zit. Vind ik ook een hele mooie combi. Dat maakt het weer wat stoerder. Of combineren met een leatherlook broek. Dat is ook heel erg mooi. Die komt dadelijk, dus dan zal ik hem ook meteen met deze blouse op de foto zetten. Wat ik in de winkel ook zag, en dat is misschien ook een goede tip als je denkt, ja, ik vind het niet fijn dat hij zo hoog dicht is. Of ik heb een grotere cupmaat, dus ik vind dat veel worden, dat kan hè. Dan kun je ook, dat zag ik iemand doen, dat knoopje voordragen. Nou, dit zijn twee laagjes, hè? Dus er zit een viscose binnenhemdje in. En zo is de lengte als je hem over de broek draagt, wat natuurlijk ook heel mooi is. Nou zie je ook dat die plissé iets verder uitwaaiert, zie je dat? En je kunt ze dragen van maat 34 tot en met 42. Afijn, ik ga eens kijken. En dan moet ik even een klein beetje gek doen, maar dat geeft niks. Ga ik hem gewoon omdraaien, kijken of dat echt ook fijn zit. En of het kan dat het niet gek zit. Maar ik zag het, ik denk, och, dat moet ik eens onthouden. Ja, nou, dat gaat hartstikke goed. Oh ja? Och, kijk nou. Ja, dat is ook mooi.
En ik voel niet dat ik hem nou verkeerd om aan heb. Hè? Normaal zou je denken, ja, dan zitten de schouders niet fijn of zo. Nee, ik voel er helemaal niks van. Dus dat kan ook. Je kan hem twee kanten dragen met het splitje naar voren of met het splitje naar achter. Dan heb ik hier dat kaartje zitten, dus ik voel dat kaartje een klein beetje vervelen. Oh, maar dit vind ik leuk. Als je nou denkt van ja, maar ik ben altijd meer een klein beetje van de stoerdere, ja, dan doet het zo, dat splitje naar de voorkant. Keileuk. Nou, die zijn dus €39,95, de broeken €49,95, die gaan van maat 36 tot en met 44. Ja, zeg ik goed. Ik heb een maat groter aan en dan adviseer ik ook bij iedereen om een maat groter te pakken. Dit is een fijne modelletje, die moet je eigenlijk echt hebben, want het voelt als een joggingbroek. Het is iets van 70% viscose met nylon en elastan. Dan blijft hij goed op kleur en goed in model. Het is natuurlijk een gebreide broek. Loopt nog iets of wat uit, maar dat mag ook, want die mag lekker los op de benen zitten. Dat is een pantalonmodel. Onder zit een klein omslagje. Het is ongeveer een lengtemaat 31, daar zit dan tussen 30 en 32 natuurlijk in. Bij mij, ik ben 1,74, ik heb lange benen, komt hij zo'n stukje boven mijn enkels. Ja, ik vind dat juist mooi. Maar ik hoorde hier van klanten dat ze ook ooit dat zoompje eruit halen met een torenmesje, maar dat is wel op eigen risico. Maar het blijkt wel te kunnen. Heb ik nog iets wat ik wil laten zien? Volgens mij niet. Ik zou met die sjaal nog een leuke tas erbij combineren. We hebben allerlei mooie tassen op de website staan. Dus de categorie tassen even aanklikken. Want dan hebben we gewoon een hele mooie tas van €29,95. Sjaals hebben we scherp geprijsd, €19,95. Allemaal voor de decembermaand. Want dan hebben we echt hele leuke cadeautjes. Dus we denken wel mee. Nou, we hebben een webshop en daar kun je alles bestellen. En dat is baboe.nl.